Welkom iedereen bij deze nieuwe unboxing video. Afgelopen week zijn Finn en ik naar Ida Oberstein geweest voor mijn verjaardag. En daar zijn we bij twee edelstenen groothandels beland waar we echt zoveel moois hebben ingekocht. Het staat hier allemaal naast ons. Ik heb het al wel een beetje aan mijn moeder laten zien. Maar met jou heb ik het nog niet echt uitgepakt. Ja, het wordt weer ook voor ons een soort van oh ja idee. Dus ik ga jullie weer meenemen in alle moois wat we hebben ingekocht. Het komt binnenkort, er komt een deel online tijdens een nieuwe shop update. Achter de schermen zijn we bezig met het bouwen van een nieuwe webshop. En een deel komt online met een edelstenenlijn. Dus op twee verschillende manieren, maar daarin horen jullie via social media al wel hoe en wat. En we gaan beginnen gewoon lekker met de eerste doos. Allereerst hebben we echt een waanzinnige haliet. Kijk dan hoe mooi. Ziet uit, ik heb blauwe bessen, nou maar niet. Blauwe bessen vingers. Ja, en kurkuma. Ja, ja. Lekker. Onwijs mooi roze. Zo'n waanzinnige groeivorm. Kijk dan. Ik heb dit echt nog nooit zo mooi gezien. Dus deze stuk hebben we. We hebben hier hele mooie witte aragoniet. Vindplaats weet ik even niet meer. Moeten we even opzoeken. Ja. En, had het er wel bij gezet, hè? Jij heeft het erbij gezet. En ja. Dit is dus seleniet. En deze seleniet wordt gevonden in Duitsland, in Amsdorf. Heel mooi ook. Kijk dan. Prachtig. Oh ja. Kijk, en dit zijn hele heldere, supermooie gepolijste calcietstukken met insluitsels. Waanzinnig mooie kwaliteit. Ze zijn enorm helder, spiegelen echt heel erg. Wacht, dit is ook iets anders. Kijk dan. Super, super mooi. Een aantal stukken van. Okay. Dit hebben we allemaal gekocht bij de tweede groothandel waar we zijn geweest. En dat was voor ons net zo'n verrassing eigenlijk als jullie misschien in de vlog hebben kunnen zien. Want we hadden geen idee. We hebben gewoon daar ter plekke gekeken waar we naartoe wilden gaan. En het is zo voor herhaling vatbaar. Dit gaan we echt nog heel vaak doen. Echt heel leuk, liefje. Ja. Hoe mooi deze ook is. Dus dit is echt super mooie insluitsels in en regenbogen. Volgens mij hebben we die samen met die andere twee echt op het allerlaatste moment nog toegevoegd. Ja, hè? Toen het eigenlijk al klaar was, weet je nog? Toen zagen we die nog liggen. Ja, die moesten mee. Oh ja. Ja, een heel mooi stuk rhodochrosiet. Mooi, hè? Heel mooi. We zijn hier bij de tweede doos. En dit was ook wat we, ik had al even gespiekt, wat we bij de tweede groothandel hebben ingekocht. Kijk! Super, super mooi. Hele mooie amethyst die gepolijst is aan de zijkanten. Je kunt heel mooi ook de banden van agaat zien. Waardoor ze echt heel mooi aanvoelen. Op sommige stukken zit ook mosagaat. Hier kon je dus echt weer mosagaat zien. Calciet erbij. Wij werden hier echt super blij van. We dachten, oh, dit is zo tof voor een live. Kijk hoe mooi en zacht deze kleur is. Dus dit is iets wat we allemaal tijdens een live gaan laten zien. Wow, die glinstert heel erg. Tof, hè? Dus een combinatie van amethyst met agaat. En hier zie je weer mooi de banden van agaat. En die zijkanten zijn dus ook heel mooi gepolijst. Dus dit is voor de aankomende live. Ze glimmen dus echt zo erg. Kijk dan. Zo mooi. Even kijken. En hier zie je ook heel mooi de mosagaat aan de zijkant.
zijn hier bij doos 3. Oh ja, weet je dit nog, liefje? Kijk. Oh ja, dat was die. Tadaa. Hier zitten zoveel mooie mineralen in. Zal ik hem maar eens uithalen? Ja. Hier waren we beide echt van, oh, dit is zo mooi. Er zitten hier kleine stukjes chloriet ook bij. Hier wat Golden Healer. En kijk hoe mooi groot. Dat is toch waanzinnig. Glimt ook super mooi. Volgens mij is dit ook met chloriet. Ik hou echt van chloriet. Chloriet is iets wat vaak in combinatie met bergkristal voorkomt. Kijk wat een mooi stuk. Dat groenige daarin, dat is dus echt chloriet. Beetje chloriet insluitsels. Dit is chalcedoon. Het lijkt alsof er ook een soort spikkeltjes op de chalcedoon zitten. Het lijkt bijna een soort vanadiniet, maar... Zouden we eigenlijk onder een microscoop moeten checken. En hier ook, hier zitten ook hele mooie soort kristallen bij de... Volgens mij zit galeniet. Zie je hier die kristallen? Ja. Super mooi, hè? Dat heb je hier ook weer. Deze heeft ook hele mooie grote kristallen, hè? Ja, waanzinnig. Hier, dit weet ik bijvoorbeeld niet eens wat dit echt is. Dit zouden we even moeten checken. Die moeten we even checken. Ja, misschien dat er een soort laagje weer over chalcedoon heen zit. Die ook. Is ook weer een mooi Golden Healer. Ja, en hier ook met al die mooie kwartsen. Moet je eigenlijk even uitpakken, deze. Welke? Wil je die uitpakken? Die? Die. 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 Ja. Nice cake. Kijk. Heel bijzonder. Het lijkt alsof er de galeniet, maar je hebt ook pyriet en je hebt ook kwarts. Ik twijfel of er een soort chalcedoon bij zit, maar dat weet ik niet zeker. Mooi, hè? Dat is heel mooi. Kijk, wat een mooie mineraal. Hier worden wij heel blij van. Hier hebben we een volgende doos. Oh ja. Oh, weet je dit nog? Oh ja. Is mooi, hij moet even schoongemaakt worden. Maar dit is dus een schijf van mosagaat met kwarts. Mooi. Ik moet heel veel onder water houden straks. Volgende mixdoos. En het komt dus uit Bulgarije. En kijk dan. Deze punten, hoe waanzinnig mooi. Hier ook met chloriet erbij. Ik denk dat dit bijna een soort calciet is of zo met een laagje eroverheen. Ja. Hier zie je weer pyriet erbij. Kijk dan hoe mooi. Ik er zo eentje uithalen? Ja. Maar hier zit, kijk, zie je dit? Dit lijkt ook weer op calciet. En dit puntje lijkt hier ook weer op calciet. En er zitten groene insluitsels bij van chloriet. Oh my goodness. Kijk hoe mooi. Dit is echt insane. En
wanneer je hier kijkt, kan je ook nog een stukje spiriet. En het lijkt ook een beetje galeniet erbij zitten. Het is, ik denk dat dit calciet is. Mooi. Dit is eigenlijk bijna een stuk wat ik denk, oh, dit moeten we zelf aanhouden. Zo mooi vind ik dit. Ja. Ik heb dus geen idee wat dit is, om heel eerlijk te zijn. Ik denk weer iets van calciet. Kijk, je hebt hier echt een soort moedergesteente hier, of moedergesteente. Beetje kwartsig, qua hoe het glimt. Zie je? Ja, maar kijk, als je naar de groeivorm kijkt, zie je heel erg die laagjes. Ja. Kijk, ik weet niet of je het op beeld kunt zien. Maar je kunt echt de laagjes van de groeivorm zien. Dus ik denk dat het calciet is. Met een gekristalliseerd laagje eroverheen. Het lijkt ook alsof er een heel klein beetje piriet bij zit. Daar. Heel tof. Hier heb je dus ook weer piriet. Waanzinnig mooi. Al de calciet op. Kwarts, chloriet. Hier ook weer heel mooi piriet. Dit is ook een soort, hier zie je zelfs regenbogen. Gekristalliseerde calciet. Nou, ik ben hier echt waanzinnig blij mee. Heel mooi. De volgende items die we hebben zijn hele mooie ruwe stukken. We hebben namelijk hele mooie ruwe oceaanjaspers kunnen meenemen. Kijk, hier zie je heel mooi al die bolletjes, maar ook de kleuren. Super tof, hè? En kijk hier, een gekristalliseerd gedeelte. Zoals jullie weten hou ik echt van oceaanjaspers, maar we hebben het nooit ruw gevonden. Dus toen ik dit zag, ik heb stiekem thuis de grootste staan. Maar oh, zo mooi. Kijk, hier zie je heel mooi de tekeningen weer op. En zij gaven ook aan, zij kopen dat dan ruw in. En hier is een gedeelte kwarts. En dan stuurden ze dat bijvoorbeeld naar andere landen, soms China of zo. En die gingen het dan weer voor hen polijsten. Of trommelstenen van maken. Gewoon heel mooi vindt is de kleuren erin. Kijk dan hoe mooi dit. En dit is gewoon hoe het gevonden wordt ruw. Kijk dan een stukje calcedoon wat daar zit. Waanzinnig, hè? Dat is mooi. Ja, super super mooi. Deze heeft hele mooie gekristalliseerde delen erin. Kijk. Zie je al die punten? Tof, hè? Die is weer heel anders, hè? Ja, dit ook. Zo mooi. Heel, heel, heel mooi. Hier zie je ook weer mooi die soort ja, roosjes die heel typerend kunnen zijn voor oceaanjas. En zo kun je dus ook zien dat het echt in heel veel verschillende kleuren kan voorkomen. Dit stukje vind ik ook heel mooi hier. Zie je dat? Zo'n druzy die erin zit. Oh ja. Tof, hè? Supermooi. En deze is ook echt heel tof. Ook opnieuw zo'n druzy, maar ook hier het geel, het roze, stukje kwarts en weer naar groen. Die lijnen erin, die oogjes die de oceaanjas kan hebben. Nog een soort kristallisering, weer die oogjes. En dit, hier is het geel en de binnenste een soort oranje kristallisering. Hier weer kwarts, groen. Ja, dit stuk is ook echt waanzinnig. Zo mooi. Zo mooi. Ze hebben hele mooie ruwe stukken.
En dit wordt ook shop update. Dus dit komt online in de webshop. We komen bij de volgende doos. En opnieuw zit hier een ruw stuk in. Ruwe calcedoon. Echt super mooi. Daar heb ik 2 stukken van meegenomen. Het ziet er heel zacht uit. Ja, het is ook heel zacht qua energie. Heel groot zijn ze wel. Dus die hebben we. En dit was ook weer van de eerste groothandel. Ja. Ja. En dit is dan weer van, we hebben een beetje door elkaar in dozen. Maar dit is weer een stuk van de tweede groothandel. Kijk. Dat is toch waanzinnig. Super, super mooi. Die had jij gevonden, hè? Ja. Ja. Oh ja, ik weet al wat dit is. Heel mooi is deze ook. Kijk. Oh ja. Zie je? Hoe mooi. Calcedoon op de bodem. En ik weet niet eens wat dit exact is. Heel mooi stuk. Nog een mooie calciet met insluitsels. Zo waanzinnig mooi. Zo helder, zo mooi gepolijst. En die komen allemaal met de shop update online. Wat ga je niet bij? O ja, deze. Wat was dat ook weer? Dit nog. Dat weet ik even niet meer. Oh ja, dat weet ik even wel weer. Ik ga hem even openmaken. Het was 1 stuk waar wij heel specifiek voor vielen. En was deze, weet je nog? Ja, dat weet ik nog, ja. Gaan we wel even uitpakken. Oh, zo mooi. Kijk dan. Kijk die mooie punten van de amethyst. Heel anders weer, hè? Ja, heel anders. Lijkt alsof de punten op de punten zitten. Het zijn bijna een soort roosjes. Ja. Dus heeft ook grote punten. Kijk. Er staat nog een beetje zand op. Ja, komt uit de aarde. Ja. En dit lijkt wel een beetje alsof daar calcedoon op de ondergrond bij zit. Wow, die glinstert heel erg. Mooi, hè? Dit komt in een live, denk ik, hè? Dit wordt een live, ja. Dit komt tijdens een live. Ja. We hebben echt de amethyst voor een live. Amethyst live. Ja, dat is kan wel toch? Leuk. Ja. Oké, ik ga hem even neerzetten. Dit is echt iets heel moois, wat we bij de tweede groothandel dus tegenkwamen. Oh ja, oeh. Heel groot. Zo mooi. Kijk hoe mooi. Aan de andere kant is hij precies zo. Nou. Het is zo'n mooi stuk. Deze is 3 kilo. Ja, 3,1 kilo. Het is een hele mooie drill. Zie je in het midden. Dan heb je hier kwarts. Dan zie je hier heel mooi die agaatbanden weer. Oh, heel veel glinstertjes. Ik weet niet of je het goed ziet op de video, maar... Tof, hè? In het midden zitten heel veel glinstertjes. En hij is dus echt best wel heel groot. Kijk. Ja, tof, hè? Een soortgelijke, of nou ja, totaal niet soortgelijk met qua uiterlijk, maar op dezelfde plek, zeg maar. Kijk, hoe mooi. Amethyst, kwarts, agaat. Bijna 2,5 kilo. Mooi, hè? En die staat dus ook weer heel mooi. Ik zeg mooi. De laatste doos. Hier de laatste doos. En dit is grotendeels wat we bij de eerste hebben ingekocht. Bij de eerste hadden we ook het meeste ingekocht. Allereerst hebben we hele mooie regenboog maansteen bollen ingekocht.
Met flash. Blauw. Blauw, ja. Zijn er een aantal van? Oeh, die ga ik even ergens anders neerleggen, deze. Ja, misschien gaat het een beetje rollen. Ja. Kijk hoe mooi deze is. En daar zit dus een standaard bij. Zo kochten wij het ook. Kijk, daar kun je het zo mooi neerzetten. Hoe tof. Dat is mooi. Mooi, hè? Oh ja, we hadden ook nog ruwe chrysopraas uit, moet ook even opnieuw schoongemaakt worden, dat zit hier vies, uit Australië. Tof hè, we hebben ook nog nooit eerder gehad een ruw. Oh ja, deze hebben jullie misschien al voorbij zien komen, de bekende fluorietschaal. Super, super mooi. Ik dacht, oh, hoe waanzinnig is het als je hier mooie sieraden in hebt liggen. Heel mooi. Dus die hebben we. We hebben hier nog een regenboogmaansteenbol. Dat is ook weer een mooie blauwe fles. Daar hadden we een aantal van, toch? Vier of zo? Volgens mij drie of vier, ja. Vier. We hebben nog eentje. Ik zie je ook daar. Tof. En even kijken. Volgens mij is dit iets van amethyst. We hadden daar een aantal amethysten. Alsjeblieft. Dankjewel. Oh ja. Oh die ja. Kijk. Hoe mooi is deze. Hoe die ook staat. Super mooi qua vorm. 2,2 kilo. En zoals je ziet heeft hij hele mooie donker paarse punten ook. En gewoon heel mooi qua vorm. Heel elegant vind ik hem. Ja. Vind je hem ook mooi? Ja? Gewoon jou geven. Ja. Oh ja. Dit is dus een hele mooie lemurische punt. En de lemurische punt herken je door de lijnen erin. Maar er zit ook chloriet bij. Dat vond ik echt heel mooi. Er moet nog eentje ergens zijn. Ja. Kijk, nog een mooie punt. Ik ben een soort tweelingpunt. Ook weer een Lemurian. Dus daar hadden we twee van. Oh. Nog een bol. Ook weer met een hele mooie blauwe flash. Dus die. Wat is dat ook alweer? Oh ja. Calcedon plakken. Heel mooi. Mega mooi. Onwijs groot. Amethyst hart. Hoe mooi is deze? Kijk. Wat staat erop? 1,8 kilo. Hij is echt groot, hè? Hij is heel groot. Maar echt waanzinnig. Mooi. Hele mooie grote punten. Kijk. En heel donker. Ja, hè? Heel mooi. Dus die hebben we. Wat ga jij doen? Hoe mooi is deze? Ook weer heel weinig moedergesteente eigenlijk. Mega grote punten. Kijk dan. Super mooi. Hmm.
drie items. En deze hebben jullie misschien al voorbij zien komen in onze stories. Wij konden niet kiezen. En wij merkten jullie ook niet. Dus uiteindelijk hebben alle drie de boekensteunen meegenomen. Dit is nummer 1. Supermooi. Deze vond vooral jij ook. Hier kom jij mee, hè? Dat je echt dacht, ja. Volgens mij was het eerste wat we pakten daar bij dit. Dit is nummer 2. Mooie boekensteunen. En dan is dit. Nummer 3. Tada! Zo. En ja, nu is hij leeg. Dit was onze Idar Oberstein edelstenen-shoplog. Met al het moois wat we daar hebben ingekocht. En het was zo ontzettend leuk. Het is echt een enorme aanrader. We hebben een uitgebreide vlog ook opgenomen van hoe het er allemaal was. Dat we naar de groothandels gingen. Dat we naar de edelstenenmijn gingen. Dus die kun je ook kijken. En we gaan zeker vaker terug. Dus dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei! Thank you.